de motie die wij 2 weken geleden hadden ingediend, die is op dat moment aangehouden. We hebben een kleine aanpassing gedaan, mede op verzoek van onze indieners natuurlijk, maar ook bij de rest van de raadsleden. Het kwam duidelijk naar voren dat het woord Schuttenstraat eruit moest. Dat hebben we gedaan en hij is bijna met unanieme stemmen aangenomen. Wat was de reden of de aanleiding om de Schuttenstraat uit de motie te laten? Nou ja, de Schuttenstraat is een veel bewogen straat, zou ik haar zeggen. In de vorige raadsperiode hebben we daar ook enkele politieke beraden aan gewijd om eventueel verkeer daar weer open te stellen. Daar is toen uitgekomen dat op dat moment niet aan de orde was. Maar vandaar dat het ook eigenlijk wel een precair onderwerp was om het hier weer te benoemen. Het ging ons in ieder geval en de mede-indieners er niet om het verkeer daar echt open te stellen. Maar meer in een noodsituatie dat een optie was om het verkeer door te leiden als het helemaal vast zou staan in de Hofstraat. Wanneer er meerdere activiteiten tegelijk zijn, dan is er nog steeds een probleem. Ja, mooi is het eigenlijk. Hè? Eigenlijk is het een luxe probleem, want ja, we willen die stad natuurlijk zo goed mogelijk gevuld hebben. Er zijn met name in dat deel van ons mooie centrum zijn een heleboel activiteiten die veel mensen trekken. En alhoewel de ondernemers heel goed meewerken en op hun websites en op bevestigings-e-mails aan de gasten laten weten dat ze ook andere parkeerroutes moeten nemen. Als mensen op Google of op TomTom de route intoetsen naar bijvoorbeeld Theaterhotel, bijvoorbeeld naar de bioscoop of naar Fusion Plaza, zullen ze toch bij het stadserf uitkomen. En op dat moment rijden ze een fuik in als het dus heel druk is. En ja, dan moeten we eigenlijk zien te voorkomen en op de verrechter Limburg-Singel al borden hebben dat de parkeergarage daar vol is en dat ze door kunnen rijden naar P9 of P14 aan de andere kant van de stad. Dank u wel. Graag gedaan. Fijne feestdagen.